Dit is het mooie Den Haag. En dit is Rustenburg en Oostbroek, een wijk met ruim 19.000 inwoners, gelegen in het Haagse stadsdeel Eskam. Wij zijn adviesbureau Slim C en in deze videocast bespreken wij twee belangrijke problemen van Rustenburg en Oostbroek. Afval, het grootste probleem wat wij in de wijk zijn tegengekomen op verschillende momenten van de dag en week. Als eerste ziet u het probleem in de straten, op fietspaden, op de stoep, bij de struiken, overal is het afval te zien. Het gaat dan vooral om etensverpakkingen en vuilniszakken. Daarnaast de overvolle afvalbakken, met als gevolg afval naast de bakken. Wederom veel etensverpakkingen die op straat terechtkomen. Als laatste de afvalcontainers, waar veel grof afval wordt gedumpt. Van stoelen tot beeldschermen, tot kinderspeelgoed. Wij adviseren om wekelijks in de gaten te houden of de afvalbakken en containers vol zitten of niet. Daarnaast kunnen er extra bakken en containers geplaatst worden. Helaas hebben deze interventies te maken met neveneffecten, zoals werknemerstekort en kosten. Dan de portieken. De wijk bestaat voor 85% uit portiekwoningen, waar dus een gemeenschappelijke entreehal of gang toegang biedt tot meerdere woningen in een gebouw. In deze portieken ervaren bewoners veel overlast van vreemdelingen. Het is een plek die vaak gebruikt wordt om te verblijven, zowel 's nachts als overdag. Het geeft de bewoners een onveilig gevoel en bovendien laten de vreemdelingen afval achter. Wij adviseren om de portieken af te sluiten met een hek, waardoor de vreemdelingen worden geweerd en het veiligheidsgevoel van de bewoners weer toeneemt. Toch zijn hier ook neveneffecten te benoemen, zoals een lelijk aanzicht, kosten en extra verantwoordelijkheden. Bedankt voor jullie aandacht.